Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een kruidvat shoplog en unboxing. Ik heb namelijk een tas met wat spulletjes wat ik heb gekocht in de winkel. En een doos met spulletjes die ik heb gekocht online. Ik ga beginnen met wat allemaal in de tas zit. En ik zal in de beschrijving de prijzen, zover ik weet, vermelden. Sommige dingen waren in de aanbieding en zo, maar dat weet ik niet meer. Want dit is 3 weken geleden gekocht toen alles nog dicht zat, behalve de kruidvat. En ik heb het bonnetje niet meer. Maar goed, ik zal alle informatie proberen in de beschrijving te zetten. Het eerste wat ik uit de tas pak is een doosje met tissues. En deze zijn voor mijn beautykamer, voor mijn werkkamer. Als ik dan lipstick zwart of wat dan ook. Meestal doe ik dan met een wasschijfje weghalen en zo. Toen dacht ik, misschien is dit ook wel handig om op het bureau te hebben staan. En een verpakking met van die extra brede wattenschijfjes. Voor het reinigen van het gezicht, maar ook voor het nagellak eraf te halen. Mijn dochter die is echt 3 keer in de week haar nagellak aan het veranderen en alles. Die watjes vliegen er doorheen, dus ja, die moest ook weer. Als ik bij de kruidvat ben, koop ik eigenlijk ook altijd een grote geurkaars. Dit is Vanilla Spice. En hij ruikt echt heel erg lekker. Kijk, het is best wel een grote kaars. Met 3 lonten. En ik dacht, dat is wel leuk om daar straks neer te zetten. Mijn geurkaarsen zijn de afgelopen weken zo hard gegaan, mijn verzameling, dat ik toe was aan iets nieuws. Nou, er zit nog een blikje energiedrank in. Een kruidvat energiedrank sugar free. Die had ik waarschijnlijk meegenomen of gekocht in de week. Omdat ik dacht, ik heb dorst in de tas gedaan en vergeten. Zo'n dorst had ik dus. Dus deze gaat zo in de koelkast. En dan heb ik 3 producten die ik absoluut niet nodig had. Maar waarschijnlijk liep ik een beetje te neus in de winkel. En dacht ik, ach, hè. Dat ziet er wel leuk uit. Namelijk de Golden Intense douche gel. Waarschijnlijk ben ik vanwege het tijgerprintje erop gevallen. Limited edition oriëntaalse geur. Mild en verzorgend. Ik heb geen idee wat ik precies ruik. Maar ja, dit was echt puur een impulsieve aankoop vanwege de verpakking. Daarnaast zijn we alle 3 ook gek op shower foams. Dit is Balance. En dit is Energy. En ik heb ze al eerder gehad van een kruidvat. Ze zijn een stuk goedkoper dan Rituals. Ruiken ook lekker. Niet zo lekker als Rituals, maar... weet je, prima om een keer te gebruiken. Dat was alweer de inhoud van de tas. En nu ga ik de doos openmaken om te laten zien wat daarin zit. Mijn laatste aanbieding van Lenore. 4 dingen halen voor 10 euro. En ik weet dat in de winkels heel vaak de keuze minder is. Of die aanbieding is al weg. Dus ik denk, ik plaats hem online. Ik wil ook heel erg blij worden van wasmiddel, wasverzachter, wasparels, wasparfum en schoonmaakmiddel. Toen ik de aanbieding zag van Lenore, 4 voor een 10, dacht ik, dat gaat in mijn winkelmandje. Ik bestelde de All-in-One Pot Lenore Kleur wasmiddel met gouden orchidee geur. Ik vind dit soort pot dus echt super handig om te gebruiken. Maar wat ik wel vind is, zo'n verpakking met 10 pots is bij mij binnen een week leeg. Want ik was 1 à 2 keer per dag. Dus ja, maar omdat het makkelijk is en het ruikt lekker, ben ik toch voor zo'n verpakking gegaan. Ik heb er 1 en ik heb er 2 en dat is ook met dezelfde geur. En om te matchen heb ik ook de wasverzachter uit dezelfde lijn. Toch, dit is gouden orchidee. En ook uit dezelfde lijn de wasparels. Zoals ik net al zei, die pots die gaan bij mij best wel bij ons snel op. Daarom vond ik ook deze aanbieding niet weerstaan. Een hele grote fles. Dat was 5,50 euro of 5 euro van Fleuriel. 2,7 liter, dus ik denk dat ik hier wel een paar weken mee vooruit kan. Er zijn weer alle dingen die ik heb gekocht bij de kruidvat, zowel in de winkel als online. Ik had eigenlijk helemaal niks nodig, maar omdat vanwege de lockdown alles dicht zat, bijna behalve de kruidvat en zo, ben ik daar gewoon gaan rondneuzen en heb ik wat dingetjes gekocht die we niet heel erg nodig hadden, maar die wel mee zijn gegaan. Heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet om je gratis te abonneren en het duimpje omhoog te doen. Tot de volgende video!